De hoeveelste keer gaan we met de kerstzang mee? Dat wordt de 21ste keer dat we naar Amsterdam gaan. We zien er met veel vreugde naar uit vanavond om de bus te ontvangen. Het is nu 2:15, 3:15. En wij gaan als voorbereidingen doen voordat de bus komt. En de bus komt om 5:45 plus minus in Amsterdam. En we maken er een prachtige avond van. En ik denk dat het een hele geweldige mooie avond geworden vanavond. Met een nieuwe groep mensen uit Spakenburg die de wallen gaan bekijken. Op een heel andere manier dan dat het eigenlijk normaal in werkelijkheid is. Ja, ja. En wat gaan we nu vanmiddag doen als voorbereiding? Vanmiddag gaan we eerst de projecten die we gaan bekijken. Dat is bij de Allemanskerk en bij de Shelter. En bij waar we op alle punten gaan zingen op de Dam en bij het station. En dan gaan we kijken of alles onder controle is. Dat er geen armoede is. En dan, want de gasten moeten wel een ontspannen avond hebben natuurlijk vanavond. Ja, precies. Ik wil het niet. En daarom heb ik mijn enige geboren zoon gezonden, Jezus Christus, om u te redden van mijn oordeel. Jezus Christus, hij is het lam dat is geslacht voor de zonde van de hele wereld. Hoe moet ik mijn zonde inleveren? Door haar genade en red mijn ziel. Ik heb... Wat ben je nu aan het doen, Wim? Ik ben nu alles een beetje aan het klaarzetten voor vanavond. En, we moeten toch een beetje een goed lopend... We hebben een hele grote groep van rond de 60 personen. Dus dan moeten we toch alles een beetje op orde hebben. De liedjes die we zingen en waar we toespraakjes houden. En de gedichten die we doen en de welkomstboodschap die ik altijd geef. Dus ik ben nu alles een beetje aan het sorteren. En dan gaan we even langs alle projecten waar we langs heen gaan. Of we allemaal nog wel welkom zijn. En of het allemaal goed loopt. Want het moet allemaal natuurlijk wel netjes en super goed geregeld zijn als er zo'n grote groep binnenkomt. Nou, hier zijn we dus echt in het heilige der heiligen van de Wallen. Dat was het woonhuis en het kantoor en de ontmoetingsplaats van daklozen met mevrouw Boshart. En hier speelde dus eigenlijk 40 jaar lang, heeft dat hier afgespeeld als het evangelie verkondigde op de Wallen. En het opvang van koffie en thee en brood. Zoals je ziet zit het nog heel vol en we zijn nu een beetje aan de vroege kant. Maar dit is dus van het leger des Heils. Maar het zijn ongelooflijke goede buren of vrienden van ons met Helders Volks. En daar hebben we heel veel samenwerking mee. En de jongens die hier eigenlijk komen, komen ook heel vaak bij ons. Alleen bij ons is iets strenger met het geloof. Wij gaan het dus een stukje uit de Bijbel lezen. En we doen bijbelcursussen. En we bidden heel veel met ze. Maar dat wordt hier niet gedaan. Hier komen ze puur voor koffie drinken. En voor de gezelligheid om met elkaar een praatje te maken. En dan gaan ze weer. En dan gaan ze weer. Jullie zijn vrienden, zie ik, hè? Ja, natuurlijk. Vrienden, ja. Leger des Heils vrienden. Leger des Heils. En ik ben van Helders Volks, maar we hebben een goed team. Een goede combinatie. Ja. We spelen bijna altijd gelijk. Het is altijd 1-1. We hebben nooit ruzie. Nee. Is dat zo, wat je zegt? Heeft u nooit ruzie? Ja, nee, ik maak nooit ruzie. Altijd goed woord. Klopt het? Nooit. Het is altijd lachen met ze. Nou, Wim, hé. Dat is open doekje. Super. Ja. Hé, maar we zijn hier in het Leger des Heils Museum. Het is een verrijking van Amsterdam. Ik raad iedereen aan uit Bunschoten, Spaarbeek en Dijk om hier een keer heen te gaan. Allemaal. Komt hierheen, je weet niet wat je ziet. Er is een heel programma over mevrouw Boshart en over het Leger des Heils. En het is fantastisch om hier rond te lopen. Het is het huis van Freek Hagedoorn, dat is een hele goede vriend van ons, al 15 jaar komt hij bij haar. Die heeft een oorlogstrauma opgelopen en dat is een vaste gast, hij woont een beetje als kluizenaar hier. En die komt bij ons altijd soep en koffie drinken en dan gaat hij weer. Het is een hele wijze man hier op de Wallen. Maar die had een oorlogstrauma, zijn ouders zijn toen gefusilleerd in Drenthe. En al die tijd is hij in Amsterdam terechtgekomen. En het is eigenlijk een heel zielig figuur, maar
Hij wordt hier in Amsterdam, is het een heel bekende op de Wallen hier. Dus wij hebben altijd heel veel respect voor. Het is een hele gelovige man. Hij loopt ook altijd met kruisjes om zijn nek en om zijn handen. Heeft hij altijd heel veel vertellingen. Hij is helemaal getatoeëerd. Maar het is voor ons een hele belangrijke man in ons inloophuis. Dat is van Maaike, die komt helemaal uit Veenendaal voor ons vanavond koffie zetten en thee en koekjes. En die zet het hele, eigenlijk het hele aha netjes met kaarsjes. En die schenken we altijd een bloemstukje. Dat is een onbetaalde kracht, die komt dus helemaal uit Veenendaal daarvoor. En daar ben ik ontzettend blij mee, dus dat vind ik wel een bloemstukje verdiend heeft. Hè? Als ik groepjes heb met rondleidingen van de kerken of van de sport, maakt niet uit waarvan, dan gaan we meestal hier een borreltje drinken of een wijntje. En dit is een cafeetje, de dijk, dus dat spreekt me heel erg aan van één dijk. Dus zodoende kom ik hier altijd met groepjes een borreltje drinken en dan gaan we weer verder. Oh ja. En dit café is 125 jaar oud, dus. En er is heel weinig veranderd, zoals je ziet. Het is allemaal nog oud en antiek. En dat hoort een beetje bij ons. Hè. Hoe lang kom je hier al dan met de groepjes? Ja, een jaar of 12, 13. Oh, dus ze kennen je goed. Ja, maar ik kwam hier vroeger ook al hoor. Hé hey Wim, daar stond je net, zag ik een praatje te maken met zo'n, met een prostituee, heet dat keurig. Ja. Hoe zit dat precies? Van Helders Volks is de laatste jaren, die bestaan al 20 jaar, met groepen met vrouwen bezig. En dat is de laatste half jaar heel erg in het nieuws geweest. Die bezoeken alle prostituees om in contact te komen over medische zorg en hulp. En ze kennen bijna allemaal het Shalaak-akkoord. Ze zeggen niet, je moet stoppen met de prostitutie, maar wat kunnen we voor je betekenen? Een hand op je schouder, hulp. En zodoende hebben die vrouwen een heel goed contact gekregen natuurlijk, om de prostitutie eigenlijk een beetje een halt toe te roepen. En dat kan je alleen maar doen door eigenlijk je hart te laten spreken en met hun in gesprek te gaan, wat je kan betekenen voor zulke vrouwen. En diegenen die er achter de ramen zitten, er zijn er een hele hoop, die komen ook bij Shalaak-akkoord. Ik kende ze, dus het ene vrouwtje, dat kende ik. En te vroeger koelt alles met de ging en goed ging. En toen heb ik er een prettige feestdagen gewenst met de kerst. Vanavond willen we ook iets zeggen over de Casa Rossa. De Casa Rossa en de Allemanskerk is aan de overkant. Daar gaan we vanavond ook zingen voor de bewoners van de Allemanskerk en de kruispostdokters. Maar we hebben ook hele goede contacten. Daar zaten we ons heel negatief over, over de Casa Rossa. Die mensen die hebben een seksclub en dat bedrijven ze. Maar ze hebben steeds een goede verstandhouding met achter de ouderzijds Voorburg wel 100. En die mensen, daar hebben ze wederzijds heel veel respect voor. Dus er is absoluut geen haat-nijdverhouding. En wij hebben met de Casa Rossa gedoe. Eigenlijk is dat een hele grote seksclub van Jan Otten. Maar de samenwerking is perfect, daar kunnen we niks van zeggen. Dat is gewoon hier tegenover de leefgemeenschap van de ouderzijds Burg wel 100. Ja. Dat is een leefgemeenschap van doktoren en van hulpverleners hier in deze Raalse buurt. Dat is ook eigenlijk een bevriende relatie van Helders Volks. En die doen alles eigenlijk in een heel laag budget, iedereen helpen. En die leven in een commune. Dus die dokters en die vrouwen en de hulpverleners die ontbijten met elkaar, ze eten met elkaar. De kinderen die groeien allemaal met elkaar op en eigenlijk alles wordt onder elkaar in gemeenschap gedaan. Het is eigenlijk niet voor te stellen, ze beginnen 's morgens met een gebed, 's avonds hebben ze gebed en op zondag gaat iedereen gewoon naar zijn eigen kerk en de rest leven ze in een hele christelijke commune. En ze doen heel veel goeds voor de mensen hier in de Raalse buurt en op de Wallen. Dit is ongelooflijk. Hij komt uit Albanië. Oh, en, dank je. Ja. Hij is nou, ja. Hoe lang ben je in Nederland? Ja, 3 jaar.
Oké. Okay. Een speciale vriend van ons geworden. Helpt me elke zaterdag supergoed met bedienen, met brood maken. Ja, ik zag het jullie alles. Alles helpt mij. Nou, fantastisch. Hij gaat ook mee eten nou. Oh, ja. Gezellig. Ja. We zien elkaar zo weer. Ja. Ja. Had je contact met de bus nu? Ja, de bus die rijdt nog wel de snelweg op. Dus we denken dat ze met een half uurtje hier in Amsterdam zijn. En dan worden ze met de warme handen ontvangen hierop. Okay. We kijken er naar uit. Okay. Tot zo, hè. Yo. Yo. Ja, Marlies. Tot zo. En voor hoeveelste keer doen jullie dit nu? Nou, de 20ste of 21ste keer. Ik denk de 21ste keer. En er zijn allemaal mensen uit Bunschoten Spaakburg. En die kunnen er eigenlijk opgeven aan Mariska Bast. Mm-hmm. En dan elk jaar hebben we een nieuwe groep. Tenminste, bijna altijd. En die komen nou vanavond hier zingen. Ja. We maken er een fijne avond van. Leuk. Thank you.
experts say that 90%. Ja, dan moeten we het even laten draaien. Sponsor van de bakkers. Ja, kom Jezus, kom. Ja. Ik nou. Kom met die oliebal, of niet? Doei. Ja, bedankt hè. Ja. Lekker hè? Ja, heerlijk. Oh, my.
Samen in de naam van Jezus, dat lied, is voor ons een heel belangrijk lied, waar veel de steun wil ontvangen. En dan denk ik, als we dat met elkaar gaan zingen, en dan gaan we koffie drinken. Okay. Want de Geest spreekt alle talen, en doet ons elkaar bestaan. Samen bidden, samen zoeken, naar Yeah.